Ik heb jou nog nooit zo fit gezien naar een marathon aan de werk. Goedemorgen, welkom weer in een nieuwe video. Het is vandaag zaterdag en het regent. Nog steeds. Wat is nieuw? Het uur is aan het hardlopen. Ik heb nog steeds last van mijn... Het is inmiddels mijn IT-band, mijn hamstring en mijn kuit. Dus ik heb nu besloten om gewoon eventjes rustig aan te doen. Verstandig te doen en niet gewoon door te lopen. En dit misschien gewoon een keertje te laten herstellen. Misschien een idee. Anyway, we gaan zo wel krachttraining doen. Dat kan gewoon. Ik moet zeggen dat ik niet heel erg rouwig ben om het feit dat ik nu niet kan hardlopen. Want dit weer is echt... Ik ben er klaar mee. Willen jullie een keer Tuur zien als hij niet mega positief is? Hey, goedemorgen! Dat is echt vlug. Welkom, het was zo lekker weer. Kijk maar naar mijn haar. Heerlijk, die regen. Wauw, jij kan toch goed acteren. Ik hoop dat jullie ook een leuke dag hebben. Ik heb ondertussen maar mijn nieuwe Otlo outfit aangetrokken. Best wel cool, al zeg ik het zelf. Hij is vandaag echt mega lekker. Ik ben de week begonnen met hele vieze juices en nu vind je ze echt mega lekker. Omdat je eerst je hele vieze gehad hebt. Dus iedere keer refereer je dit nog aan dat hele vieze drankje. Papai. Nu is wel weer echt een breakfast of champions. Naast zijn brood met ei heeft hij ook pannenkoeken. Hij heeft zijn juice. Hij heeft net ontbijtkoek op. Het enige nadeel van nu niet hardlopen is dat ik het hiermee moet doen. Omdat ik anders... als je niet hardloopt verbrand je het ook niet. We hebben net krachttraining gedaan. Tuur heeft nu alweer honger. Ondanks dat hij 3 pannenkoeken, 2 boterhammen met 2 eieren, een smoothie en een stuk ontbijtkoek op heeft. Tuurtje! Hoe kan dit? Ik weet niet waarom ik altijd trek in eten heb. We gaan nu naar Amsterdam voor de lancering van de nieuwe Essex schoen, de Meta-Ride. En er is een man, Leslie Pangeman, die gaat vandaag zo lang mogelijk op een loopband in de Essex Store lopen. En wij gaan ook een stukje met hem meelopen. Dus dat gaan we doen. Proost, Tuurtje. Deze is zo lekker. Ik lust dus geen pindakaas, maar de peanut butter stack van Starbucks is echt mijn favoriet. Kijk, hier zaten we straks ook. Ik sta dan op die loopband erna. Leslie is al 2 uur 12 minuten en 43 seconden bezig. Ik ben heel benieuwd hoe lang die het nog volhoudt. Als je 5 kledingzakken weggooit, mag je al nieuws voor jezelf kopen, vind ik. Echt? Ik vind hem leuk. Ja. Het is inmiddels 3 uur en 3 minuten bezig. Tuur heeft weer koffie. Tuur moet altijd koffie. Is dat positief of negatief? Nee, ja, ik vind het maar beter niet. Dan Tuur moet altijd bij bier. Toch? Ja. Dat is maar 1 keer per dag dat ik alcohol moet. Nee hoor. We zijn allebei in Essex. We matchen ook gewoon. Oh ja, het koffie. Niet de nieuwe koffie hoor. Nog steeds dezelfde. Dit is de Meta-Ride. En het schijnt een schoen te zijn waar je nog nooit op iets vergelijkbaars gelopen hebt. Dus ik ben echt ontzettend benieuwd. Ik hoorde net van iemand dat iemand ging de duurloopjes op doen. Ja? En toen? Hij kon niet rustig lopen, hij bleef maar... Wie was dat? Robert Lathuis was dat. Oké. Ik liep veel te hard. Ik wilde helemaal niet zo hard, maar de schoen nam me mee. Oké. Waar train je op dit moment voor? Die Oosterhout. Oh ja. Ik heb net zondag gemaakt om Barcelona te lopen. Oh, geen fit. Ja, 2:45. Wow, was het PR? Nee, mijn PR is 2:36, maar dat loopt niet mooi. Meertje, hoe gaat het? Gaat het? Ik loop inmiddels weer op normaal tempo. Lekker bezig. Lekker bezig. Jij mag ook zo, hè? Leslie heeft al bijna een marathon erop zitten. Ja. Die is daar achter bezig. Ik ben 1200 meter. Kijk, hij is al 3 uur en 40 minuten bezig bijna.
En... super! Hier, we zitten op 40,3 kilometer. Bijna een marathon, hè? Meertje! Leslie heeft nu een marathon gelopen. Oh mijn god. 3:49. Yo! Marathon! Yay! Ik heb jij nog nooit zo fit gezien naar een marathon alweer. Hoe loopt de nieuwe schoen? De Meta Ride? Best wel goed. Ja? Lekker. Ik heb nu 20 minuten gelopen. Nu is de beurt. Tuurtje! Ja, ik gooi hem omhoog. Ja, ik begon met 9, maar dat was mijn hamstring. Gaat het goed? Ja. Voelt het lekker? Niet vasthouden. Kun je je voorstellen dat je duizendjes doet en dat je dan tussendoor eraf springt? Dat doen mensen, hè? Ja, het is ook wel wat je gewend bent, hè? Ja. Ik loop niet vaak op mijn lopen. Nee. En als jij met mij praat, dan voel ik mezelf echt van links naar rechts gaan. Ja. Ik moet me nog wel echt concentreren, maar ik begrijp wel dat mensen op een loopband trainen. Dat ze een training kunnen doen. Ja. Zo lekker dit. En moet ik net doen of je met stokjes eet, hè? Ja, net doen alsof je met stokjes. Hij is klaar. 6 uur, 2 minuten, 12 seconden. Op een loopband, hè? Dat is echt ja, knap. Bizar. Zie jij wat ik zie hier? Ik heb geen zin. Hè, dat ligt hier gewoon in Amsterdam. Ja, in de ferry. It's me. Kijk nou wat we hier vinden. Bij mijn favoriete winkel. De Bijenkorf. Het is trainen als een topatleet. Sneak preview van mijn verjaardagscadeau. Ik ben gelukkig nog niet jarig. Taart en brownie. En koffie voor Tuur. En een taart en een brownie. Allebei van andere wereld. Nee, je moet niet liegen. Allebei van Arthur Willy. Nee joh. Zo vaak gaan we ook weer hier naar Amsterdam. Tuur wil niet dat ik dit vertel, want dit is echt best wel bizar goed dit. We hebben net 1 euro parkeerkosten betaald voor 7 uur parkeren. Als we bij Byzantium hadden gestaan, naast de Essex Store, dan hadden wij 8 euro per uur betaald. We zijn hier 7 uur geweest, dus dat zou 56 euro betekenen. Ze hebben 55 euro winst gemaakt. Laten we nou net voor 52 euro avondeten op hebben. We hebben weer goed gemaakt. Gratis gegeten. Oh, dat was lekker, hè? Lekker, hè? We hebben echt de meest luie zondagochtend gehad. En nu zijn we weer onderweg naar Olympus. Ik kan eigenlijk niet trainen omdat ik last heb van mijn hamstring. Maar nu had Tuur het geniale idee dat we gaan lopen bij Olympus. En dat ik dan op de cross trainer kan. Yay! Geniaal plan, Tuur. Geniaal, hè? Echt geniaal. Ik heb er eigenlijk niet heel erg veel zin in, aangezien de crosstrainer niet echt mijn grootste vriend is. Maar ik kan tenminste dan iets doen. Zonder... Heb je muziek bij je? Oh, ja, ik heb muziek bij me. Oh. En dan kan ik tenminste iets doen zonder het te veel te belasten. Het was een relaxte zondag tot nu toe. Goed, ik ga me volgen. Ik ga hier op dit ding. Super veel zin in. De crosstrainer staan was geen succes. Deed te veel pijn aan mijn been. Dus nu ga ik maar stabiliteitsoefeningen doen voor mijn been. Ondertussen kijk ik naar Dynasty. Oh, dit is trouwens echt heel moeilijk. Kijken of dit been beter is. Wauw. Zonder camera in je handen gaat het dus echt een stuk makkelijker. Ik ga maar trainen. Aprilsprits. Het is zondag. Risotto in de maak. Tuurtje zijn training analyserend. Nou, mijn hartslagmeter is nu wel lekker constant, zie je dat? Ja, maar je hebt nu een borstband toch? Ja. Het GPS schommelt wel erg, want ik heb wel het gevoel dat ik
ben constant tempo lief. Maar je had winst, toch? Ja, gaan we kijken. Hier loop ik 3:18. Ja. En hier loop ik... 4:33 zag ik net ergens staan. Ja. Zo sloom. En hier, kijk, hier 4:11. Ja. En hier weer 3:10. En terwijl ik gewoon echt het gevoel had ik 6 minuten één tempo niet. Ik wilde lekker eten, maar ik moest van Tuur eerst filmen dat we lekkere risotto hadden. Nou ja, je mag je trots op zijn. Je hebt meer, wij hebben meer dan een uur in de keuken gestaan. Ja, dat is waar, dat is waar. Maar voor een goede risotto is het belangrijkste ingrediënt geduld. Het is 9:45. Maar wij gaan naar bed. Want morgen gaat het lekker om 5:45. Omdat we iedere week een kwartiertje eerder opstaan. Tot de zomertijd. Ja, niets idee was dat. Het was oorspronkelijk mijn idee. Maar niet het idee dat ik ten uitvoer wilde brengen. Ah, ik viel bijna van de trap af. Good morning, Tuur. We hebben weer een breakfast of champions. Smoothie is vandaag denk ik heel lekker. Ik heb geleerd van Suzanne Krumans. Je moet er alleen maar lekkere dingen in doen naast de spinazie. Dus dat heb ik gedaan. Banaan? Ja. Kiwi? Nee, ik heb een basis van... misschien zit het er wel in. Ik heb een basis van Naked gebruikt. Neem nou een slok, dit fragment wordt veel te lang. Ik wil proosten op een mooie Goedemorgen. Goedemorgen, Tuur. Morning. Have a nice day. Is die lekker? Ja? Ja, hij is machtig. Tuur, hij is leeg. We gaan dit filmen. Het is zo lekker. En nu weer aan de koffie. Ja, wakker worden. Het doel van deze week is niet meer dan 6 per dag. Ah, zo mag niet. Dit is al je tweede, hè? Ja, die andere was zo'n klein... ja, maar deze telt eigenlijk voor 2. Ah, zo. Dus eigenlijk heb je er 3 op dan. Ah, dan is dit mijn laatste wakker koffie van vandaag dan. Nee, 6. Je lijkt me therapeut wel. Ik ben je koffietherapeut. Ik hoef mijn koffie niet. Wil jij mijn koffie? Nee, dank je. Nee? Nee. We kunnen het opwarmen en morgen. Het was een test. Je bent geslaagd. Ik wil wel mijn koffie, natuurlijk. Toen ik nog niet met Arthur was, toen... Was je leven behoorlijk saai? Wou je dat vertellen? Ik moet wel echt zeggen dat ik ook wel eens periodes heb gehad dat ik echt maar 2-3 kopjes per week dronk. En dat was vrijwel altijd buiten de deur. Ja, sinds ik met jou ben ik wel echt een beetje verslaafd. Maar dat komt omdat jij dat altijd drinkt. Dan heb ik er ook trek in. Ja, en soms zit dan ben je op school en dan denk ik, Tuur drinkt nu vast ook koffie. Dus dan moet ik ook wel een beetje bijblijven. Dan verveel ik me en dan ga ik koffie maken. Koffie drink ik ook vaak uit verveling. Het is inmiddels 8:30. Ik ga deze vlog editen en dan ga ik een nieuwe vlog beginnen. Dankjewel voor het kijken en tot snel.